Oké, welkom terug allemaal. In deze video een woordje over gas. Gas is eigenlijk een afkorting. Als je dat opzoekt online, dan ga je daar veel over vinden samen met fotografie. Maar beperkt zich zeker niet tot fotografie. Het is eerder iets dat bij bijna elke hobby, denk ik, voorkomt. Gas, de letters GAS staan voor Gear Acquisition Syndrome. Dus eigenlijk de ziekte van altijd laatst het nieuwste te willen aankopen. Ik doe zelf ook aan fietsen bijvoorbeeld. En dan merk je dat ook. De amateurs graag het laatste nieuws, carbonkader, elektronische versnellingen, de lichtste wielen en dergelijke meer. Allemaal heel duur materiaal kopen en eigenlijk daarmee niet sneller gaan fietsen. Want ze kunnen alleen sneller fietsen door veel te gaan oefenen, door veel te trainen. En niet door het laatste nieuwe materiaal te kopen. En dat is ook hetgeen dat je zult zien bij elke andere hobby, maar dus ook bij fotografie. Je gaat geen betere foto's gaan maken door de laatste nieuwe camera te kopen. Je kan enkel betere foto's gaan maken door veel te oefenen en te leren uit de foto's die je maakt. En veel kennis op te doen en te kijken naar andere fotografen en dergelijke, weer naar het merk van andere fotografen. Dus natuurlijk, de consument speelt, de producent speelt daar heel fel op in. Aan de ene kant zal de mens als verzamelaar ook wel een klein beetje de neiging hebben om materiaal te gaan verzamelen, maar los daarvan is het zeker ook zo dat de producent met marketing daar heel veel geld op inspelen. Dus ze gaan nieuwe camera's gaan uitbrengen. Elke 2 jaar brengen ze van dezelfde serie eigenlijk een nieuwe camera uit. Met daarin een paar kleine nieuwe wijzigingen, maar ze plaatsen die in de markt alsof was het een volledige nieuwe camera die het vorige model vervangt. En je kan maar best de laatste nieuwe kopen om die laatste nieuwe handige features toch maar te hebben. Terwijl eigenlijk, als we gaan kijken naar de digitale fotografie, als we teruggaan naar het begin van de digitale fotografie, had je sensors van 3 megapixels, dan volgen er van 6, 12 en 24 megapixels. Eigenlijk met 6 megapixels heb je eigenlijk al voldoende om een vergroting te maken en een kader te plaatsen en aan de muur te hangen. Natuurlijk, 6 megapixels is net voldoende. Dat betekent dat je dus niet voldoende ruimte hebt om die foto te gaan bijsnijden. Want als je gaat foto's bijsnijden, dan, dus kroppen eigenlijk, wat ze in het Engels noemen, dan ga je eigenlijk pixels gaan wegsnijden, dus dan heb je minder resolutie over. Dan zou je nog kunnen stellen, oké, 12 megapixels dan als minimum. Dan heb je nog ruimte om te gaan bijsnijden. En inderdaad, als je kijkt naar bijvoorbeeld smartphones en dergelijke meer, veel van die smartphones hebben resoluties van rond de 8, 12 megapixels. En dat is meer dan voldoende. Bij digitale camera's is het zelfs zo dat zelfs de goedkoopste instapmodellen, dit bijvoorbeeld is een Nikon D3000 van iets meer dan 4 jaar oud. Dat is een volledig instapmodel. Dat is denk ik de goedkoopste spiegelreflex van Nikon. Tegenwoordig hebben ze de D3400, 500, 600, iets. En die zijn een opvolger hiervan eigenlijk, gewoon een doorontwikkeling van dit. Maar wat er al die tijd niet veranderd is, of bijna niet veranderd, is de sensor die daarin zit. En dat zijn, zeker bij die instapmodellen, de DX, eigenlijk alle series waarop dat DX vermeld staat. Dus van Nikon. Nikon gebruikt de indicatie DX om aan te geven dat het een APS-C sensorformaat is. Dat zijn bijna allemaal 24 megapixel sensors en dat zijn zelf bijna allemaal exact dezelfde sensors van dezelfde fabrikant. Er is één grote fabrikant van sensors en dat is Sony. Ik denk dat Canon wel hun eigen sensors maakt, maar Nikon en Sony gebruiken. En de laatste Fujifilm camera, de T100 is denk ik, gebruikt ook een Sony sensor als ik me niet vergis. Bijna alle sensors op de markt de dag van vandaag zijn door Sony ontwikkeld. Nu, met Black Friday bijvoorbeeld was er ook een deal van dergelijke. Ik denk dat ik heb het niet gezien exact welke camera dat was, maar het was een Nikon spiegelreflex instapmodel. Ik denk dat deze D3000 opvolger was, dus de D3500, 600, iets in die zin. Ik ken de huidige, het laatste model niet. Met een kitlens. Dit is nu wel een 1805, dus heeft iets meer bereik, maar het zal dan de 18 tot 55 mm kitlens geweest zijn. Met een opening die ook 3,5 tot 5,6 variabel zal geweest zijn. Dus de standaard kitlens van Nikon. Voor, en hou je vast, voor maar €300. Dus voor 299. Dus voor €300 heb je dus eigenlijk een heel goede sensor. Een redelijke lens. En dan eigenlijk de laatste parameter is de fotograaf zelf. Ja, om een goede foto te bekomen, dus even om te ontkrachten.
dat je door beter, recenter, sneller materiaal te kopen, ga je geen betere foto's bekomen. Het is niet dat duurder materiaal resulteert in duurder, betere foto's beter. Want eigenlijk, dus ze hebben bijna allemaal dezelfde sensor om te beginnen. En het is de sensor die de kwaliteit, de scherpte, de technische kwaliteit van de foto bepaalt, samen met het glas, wat eigenlijk uw beeld vormt op die sensor, dus uw lens. En dan nog de fotograaf, die de juiste instellingen kiest met de nodige kennis. En die met de nodige ervaring ook een mooi beeld kan vormen. Dus op het juiste moment kan afdrukken en dergelijke meer. Dus het zijn die drie parameters, de sensor, de lens en de fotograaf, die een goede foto maken. Maar het is zo dat de goede fotograaf, ook met een minderwaardige lens, zoals een kitlens, maar eigenlijk zijn zelf vandaag de eenvoudigste kitlensen zijn eigenlijk ook al zeer goede lenzen. En een eenvoudige camera, maar opnieuw, ze zijn bijna allemaal 24 megapixel Sony sensor, dus ook opnieuw een goede sensor. Zelfs met dergelijk materiaal kan die goede fotograaf heel goede foto's maken. Die heeft geen dure materiaal, geen dure body, geen dure camera nodig, lens en dergelijke meer. Het is wel zo, een professioneel fotograaf die gebruikt zijn materiaal op een andere manier. Ten eerste, die camera en lens die hij koopt, die bodies zijn eerder rond de 4.000, 6.000 euro. En de lenzen zullen ook rond de 2.000 euro zijn. Dat zijn totaal andere bedragen. Maar die kunnen dat ook investeren, want voor hen is dat dus een investering. En de boekhouding, ze doen die aankoop, ze schrijven dat af over 2 jaar, laat ons zeggen. En die gebruiken dat om inkomsten te verwerven. Dus dat een professional is totaal niet vergelijkbaar met een amateur op dat vlak. Voor een professional is dat een investering. Plus, voor hen kan het zijn dat een bepaalde feature, dus pak dat die camera 2 seconden sneller, 2 foto's meer per seconde kan maken, een klein beetje sneller werkt dan het nieuwe model, dan kan dat voor die fotograaf, die professionele fotograaf, wel het verschil zijn. En dat kan dus een reden zijn voor die fotograaf om te upgraden. Maar bij amateurfotografie maakt dat allemaal geen verschil. Het verschil in die camera's is heel vaak, dus zijn bijna allemaal dezelfde sensor. Het verschil zit hem dan in, heeft de camera wifi, een sneller autofocus systeem, meer autofocus punten, touchscreen, resolutie van het scherm en dergelijke meer. Allemaal parameters die er eigenlijk weinig toe doen. Hetgeen dat er toe doet is de sensor en die zijn bijna allemaal hetzelfde. De goede lens. Als het over lenzen gaat, zou ik aanraden van begin met de kitlens als je nog geen lenzen hebt. Het voordeel van die kitlens is dat je die over verschillende brandpuntsafstanden kunt gebruiken. Dus dat je zo kunt gaan experimenteren en proberen. En dus hier zie je heel duidelijk aangeduid bijvoorbeeld. Die lens kan ik op 18, 23, 35 of 55 of alles daartussenin gaan gebruiken. Dus het grote voordeel is dat ik kan experimenteren met deze lens die eigenlijk op zich al een goede lens is. Maar het enige echte nadeel aan dit soort lenzen is dat ze met die opening van 3,5-5.6 dat geen zo'n superlichtsterke lenzen zijn. Dus in situaties waarbij je weinig licht hebt, zullen dat soort lenzen het moeilijker maken om een goede foto te maken. Als tip zou ik zeggen, begin met die zoomlens, met die kitlens. Experimenteer, bekijk je foto's. Je kan uit de EXIF-informatie kun je nagaan welke brandpuntsafstanden dat je het vaakst gebruikt met die lens. En koop dan voor een van die, als investering, koop dan liever, in plaats van de laatste nieuwe body, waar je toch niet veel aan hebt, koop dan liever een vaste brandpuntsafstandlens voor die paar brandpuntsafstanden die je wel vaak gebruikt, die dan over het algemeen lichtsterker zal zijn. Waar dat deze bijvoorbeeld 2.8 tot F4 is, heb je voor ongeveer, ik denk dat in dit geval de 35 mm lens die er nu op zit, gaat, dus waar dat deze kitlens stopte bij 2.8, gaat deze door tot 2.1.4. Dus je kunt verschillende stops winnen. En het is een 35 mm brandpuntsafstand. Maar je hebt die ook een F2 variant. En de F2 variant kost maar half zoveel als de kitlens. Als je die afzonderlijk koopt. Dus investeer liever in lenzen dan in camera bodies. En dan, het belangrijkste eigenlijk nog, is dat je die laatste parameter, hetgeen wat eigenlijk nog het belangrijkste van alles is, de fotograaf, dat je die vooral verbetert eigenlijk, upgrade. Dus wat kan je doen als fotograaf, of als amateurfotograaf, of als beginner, om beter te worden in fotografie, is gewoon heel veel foto's maken. En niet alleen heel veel foto's maken, want je kan elke dag 100 foto's maken. Als je die nooit bekijkt,
dan is de kans groot dat je die 100 foto's, dat de kwaliteit daarvan niet zal verbeteren. Als je daarentegen elke dag 10 foto's maakt en alle 10 die foto's gaat gaan bekijken en evalueren en echt zien van oké, dit vind ik een goede, deze van de 10 vind ik nu de beste en wel om die en die reden, dan weet je dat je kunt op zoek gaan naar dat soort elementen. Plus, als je dan een andere foto bekijkt van jezelf en je zegt oké, die spreekt mij niet aan, maar dat spreekt mij niet aan om die en die reden, dan kan je de volgende keer dat je die foto opnieuw maakt, daaraan denken en dat beter proberen te doen. Dus zo kun je door je eigen foto's te bekijken beter worden. En stop niet daar. Je kan ook foto's van andere mensen gaan bekijken. Met het digitale tijdperk waar wij leven, de dag van vandaag, is dat super gemakkelijk om werk van andere fotografen te gaan bekijken. Dat hoeven zelf geen goede fotografen te zijn. Je kan ook uit slechte foto's heel veel leren. Gewoon door het beter te willen doen dan die foto bijvoorbeeld. En goede fotografen kan je hun werk bekijken om inspiratie op te doen en dergelijke meer. Dus bekijk foto's van andere mensen, bekijk je eigen foto's en laat ook liefst andere mensen uw foto's beoordelen. Leer omgaan met kritiek. Kritiek is eigenlijk een manier om te groeien. De bedoeling is dat je luistert naar kritiek en dat je daarmee rekening houdt in de hoop dat die kritiek gegrond is en dat je daar ook iets uit leert. Opbouwend is, noemen ze dat, denk ik. Dus dat je de volgende keer dat je die foto maakt, die foto beter kunt maken, juist omdat je die opbouwende kritiek hebt van jezelf of van andere mensen. Dus om af te ronden, een instapmodelcamera is meer dan voldoende de dag van vandaag. De lenzen, een kitlens is zeer goed om mee te beginnen, eens dat je weet wat voor brandpuntsafstand dat je vaak gebruikt en wat voor situaties dat je vaak fotografeert. Investeer dan in een iets betere vaste brandpuntsafstandlens, een prime lens zoals ze zeggen. Maar werk vooral, en dat is nog het belangrijkste van al, werk vooral aan u als fotograaf, aan uw kunnen door veel te oefenen en door uw eigen werk en dat van anderen te bekijken. Dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.